Yes, welkom bij een nieuwe video hier vanuit de Efteling. Mijn naam is Boyd Bouwen, leuk dat je er weer bent. En wat fijn dat de Efteling weer lekker open is. Hij is alweer een week open. Ik ben al zo vaak geweest dat ik de Efteling weer kan dromen, al kan ik dat al 18 jaar. Nogmaals, welkom allemaal. Voordat ik ga beginnen en voordat ik ga zeggen wat we vandaag gaan doen, heb ik een vraag aan je. De komende tijd gaat er zo ontzettend veel hier gebeuren. Zoveel veranderen, komen zoveel nieuwe dingen bij. En wil jij als allereerste op de hoogte zijn van alle nieuws hier in en rondom de Efteling? Abonneer je dan hier. We gaan er bijna naar de 12.000 en 12.500 abonnees. Nou, ik zou het wel vertekenen. Ik zou het lekker vinden. Dus abonneer en mis niks hier vanuit de Efteling. Vandaag gaan we een nieuw rijk ontdekken. Eén van de vijf rijken waar we vandaag naartoe gaan is Reizenrijk. Naar Magerrijk, Ruigrijk en Fantasierijk gaan we vandaag het vierde rijk van de Efteling ontdekken. En aangezien Reizenrijk sinds kort twee nieuwe attracties heeft, is dat een goede reden om die kant op te gaan. Leuk dat je kijkt! Yes, daar zijn we weer bij de bekende plattegrond waar we altijd deze video's mee beginnen. We hebben Fantasierijk hebben we al gehad, Magerrijk hebben we al gehad, Ruigrijk hebben we al gehad. En we gaan nu naar de buurman van Ruigrijk en Magerrijk. En dat is Reizenrijk. We zijn nu hier en als ik deze kant zo oploop, dan kom ik Reizenrijk binnen. We gaan nu helemaal naar de andere kant. We gaan nu naar de wensbron om onze ontdekkingsreis door Reizenrijk te laten starten. Let's go! Hier achter mij staat de wensbron. Ik heb je al een paar keer in mijn video's uitgelegd hoe dat werkt. Ik ga het je vertellen. Het is een bron, een wensbron. En door het water zwemt er een visje. En naast de mond van het visje zit er eigenlijk een soort bakje. En de bedoeling is dat jij daar geld op gooit. En dan is het de kunst om op dat bakje te gooien en niet in het water te gooien. Al het geld wat hier in de wensbron komt, die gaat naar Save the Children. Dat is zo'n goed doel. En een paar jaar geleden heeft de Efteling dit leeg gehaald. Ze halen het volgens mij één keer per jaar of één keer in twee jaar halen ze het leeg. En een tijdje terug heeft de Efteling dat weer gedaan. En toen hebben ze wat foto's gemaakt van hoe ze dat deden. Kijk even. Nou, super interessant. Er zit echt een hele kelder zit onder die bron. Super vet. Hey, dit is ook allemaal Reizenrijk. Dus heel deze vijf bij Gondoletta. Dit is allemaal Reizenrijk. Ik ga je dadelijk meer vertellen over het eiland dat je daar ziet. Die beestjes die zitten daar. Het is heel ver, ga ik niet. De wensbronnen eigenlijk tot hier is Reizenrijk en vanaf dan is het Ruigrijk. Voorbeeldje, de traptreintjes die je daar ziet, die zitten eigenlijk dichter tegen Reizenrijk aan. Of tegen het hoofdplein van Reizenrijk aan dan waar ik nu sta. Maar dat is dus geen Reizenrijk, dat is al Ruigrijk. De traptreintjes is geen Reizenrijk. En Symbolica die staat met de achterkant ook in Reizenrijk. Maar ja, Symbolica die heeft een eigen themagebied gekregen. Fantasierijk, wil je weten wat daar te zien is. Check dan de video op mijn kanaal bij Fantasierijk ontdekken. Goed, dit over de wensbron. We gaan eens een stukje verder het gebied in. Gondoletta, ja, dat is een heel interessant verhaal. Dit is de Gondoletta, nou die ken je allemaal wel waarschijnlijk. Hier kun je inzitten, maak je een boottochtje langs de baron, 20 minuutjes lang. Het eilandje dat hier in deze vijver ligt, heeft een heel bijzonder verhaal. We kennen allemaal de Fata Morgana uit het andere rijk. Toen ze bezig waren met het ontwerpen van Fata Morgana, was het allereerste plan om zeg maar de Fata Morgana op dat eiland te bouwen. En dan met bootjes, die dus vanaf hier zouden vertrekken, naar het eiland te varen. En dan dat je dus door dat eiland zou varen, dat je daar dan een paar scènes zag van Fata Morgana. Dat is niet doorgegaan en daardoor hebben ze gewoon een aparte dark ride ervan gemaakt. En deze bootjes van Gondoletta waren daar ook voor bedoeld. Dus je ziet heel veel overeenkomsten tussen de bootjes van Gondoletta en de bootjes van Fata Morgana. Moet je maar eens opletten. Dan zie je daar de draaischijf, het opstapstation van de Gondoletta. En gaat al jaren heeft de Efteling het plan om die schijf groot op te knappen en daar een heel groot dak op te zetten, een overkapping. Maar ja, dat komt en dat komt en dat komt maar niet. Dus ik hoop dat dat binnenkort wel een keer komt, want het is wel lekker als je daar gewoon een overkapping hebt. Nou, hoe werkt die Gondoletta? Dat is wel leuk. Eigenlijk door deze hele vijver ligt eigenlijk één grote ketting. Dus die Gondoletta die zit eigenlijk op een ketting vast. Daar is die draaischijf, dat begint daar en daar ligt dus één grote ketting die helemaal zo gaat. En dan helemaal achterlangs, naar de baron. Zo, achter het eiland door. Bizar. Ik ga er niet in, want zoals je ziet zijn er allemaal wezens aan het vliegen rondom die boten. We pakken gewoon even een fragmentje erbij, hoe ik zo daarin zit. Hé, hey, maat! Ah! Nee! 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 Nee!
een van de meest iconische attracties van de Efteling, de Pagode, staat hier ook in Rijsrijk. De Pagode is een ontzettend bijzondere attractie. Er zijn er maar nog twee van hier in de buurt. Ik heb toevallig afgelopen zomer, in de zomer van 2021, ben ik bij die andere variant geweest. Toen ben ik naar Gardaland geweest in Italië. En daar staat eigenlijk precies dezelfde, alleen dan in het wit. We gaan even kijken naar een foto daarvan. Dit is de pagode. En wat wel leuk is om te vertellen van de pagode, ik hoef natuurlijk helemaal niet te vertellen hoe die gaat en hoe die in elkaar zit. Vanaf april dit jaar gaat de pagode een paar maanden dicht. Ze gaan de pagode uit elkaar halen, opknappen, vernieuwen, restaureren, zodat die dadelijk weer lekker mee kan. En het is druk, aangezien Rijsrijk groot is. Gaan we even naar wat beelden kijken die ik een tijdje terug heb gemaakt vanuit de pagode. Nog twee leuke weetjes over de pagode. De pagode is 45 meter hoog. Wat? En de pagode heeft destijds 8 miljoen gulden gekost. Dus geen euro, maar gulden, want het is geopend in 1987. 8 miljoen gulden. Best veel geld voor een uitkijktoren. Maar het is wel een leuke attractie. Ik vind trouwens wel, ik heb hem ook in Gardaland gedaan, in Italië. Daar moet je verplicht blijven zitten totdat hij dus helemaal omhoog is. En als je dan eenmaal omhoog is, moet je ook verplicht gaan staan. En hier mag je gewoon zelf bepalen of dat je staan of gaat zitten. Dat is wel leuk daar. We gaan eens even verder Rijsrijk in. Hier is Toko Pagode, het restaurantje naast de pagode. Daar gaan we aan het eind van de video even Chinees halen, want daar heb ik zin in. De naam Rijsrijk heeft er nog niet zo heel erg lang, want tot en met 1990 heette dit stuk van het park waar ik nu sta het Noorderpark. Waarom? Heb ik al eerder verteld bij de andere ontdekvideo's van de Efteling Rijken, omdat het noordelijkste stukje is van de Efteling. Ik ga je vandaag alles laten zien wat je hier kan ontdekken, wat je hier kan zien, zodat je helemaal optimaal voorbereid richting Rijsrijk gaat. Hier achter mij is het grootste horecagebouw van Rijsrijk, restaurant Panorama. In dit gebouw zitten twee restaurants en een grote eventzaal. Hierboven is een hele grote feestzaal. Dit is het voorste restaurant, dat is met een menukaart, dus dan heb je ook tafelbediening en zo. Het achterste gedeelte is Panorama Self-Service. Dat wordt vanaf deze zomer een Laplace, daar heb ik je laatst wat meer over verteld in een van mijn video's. En ik wil je eigenlijk eventjes wat laten zien. Als je hier op het terras zit, dan kijk je door een raam. En moet je dus kijken wat ze hier hebben gedaan. Ze hebben hier dus het hoofd van Yoki. Hebben ze hier in het raam gemaakt. Super tof, super leuk. En we gaan even naar binnen, want ik wil je in de hal van dit restaurant even laten zien. Je ziet hier een hele grote plattegrond hangen in de hal van het restaurant. Hier heb je het ene restaurant, daar het andere restaurant. En dit is de plattegrond van hoe de Efteling was voordat het een pretpark was. Toen heette het nog Natuurpark de Efteling. En hier kun je dus heel goed zien, ook per cijfertje, wat er toen was. Het is super mooi om even een keer te checken. Dus als je hier een keer bent, ga er even heen. En dan kun je bijvoorbeeld zien dat op nummertje 41 is een klimtoren. Nou, dan zie je dus even kijken. 41 klimtoren. Super tof om te zien. En ja, je ziet er ook zeg maar de route van het Sprookjesbos, hoe dat toen was. Heel gaaf. Carnaval Festival. Ik hoef aan niemand meer te vertellen wat Carnaval Festival is. We gaan er zo meteen heen. Het enige wat ik hier aan wil vertellen is een leuk weetje. Als je goed op het gebouw kijkt, dan zie je die grote pop met die grote hoed. Die grote zwarte hoed. Maar als je goed kijkt, gaat af en toe die hoed open. En daar komt dan Jet uit. Het vriendinnetje van Yoki. Van Yoki en Jet. Let op. Kijk, dat komt samen. Als je goed kijkt. Zie je die oogjes? Daar zit Jet in verstopt. Jullie gaan nu alvast Carnaval Festival in. Dan ga ik richting de buurman, de winkel Yoki's Wereld. Dit is de voorkant van die winkel van Yoki's Wereld en wat ze hebben gedaan is wel super tof. Je ziet allemaal bewegende dingetjes en het zijn allemaal poppetjes uit de verschillende landen, dus de figuren uit attractie. Je ziet daar Hawaii, je ziet Engeland, Afrika, we zien daar nog China, we zien de Amerikaan die foto's aan het maken is. Als we doorlopen gaan we naar de zijkant, we zien iemand uit Frankrijk die wijntje aan het drinken. Als we hier kijken zien we hier zo'n bootje Venetië. Je ziet alle poppetjes uit de attractie hebben ze hierop afgebeeld. Dat
Als iemand een prachtig jookje voor bij je thuis, dan ben je kwijt 200 euro. Hoppatee. En dit is de andere grens van Reizenrijk. Dus vanaf hier zo loop je het Magerrijk in, waar je hier naar het Antwerpiekplein gaat richting het Witte Paard. En hier het snoepwinkeltje hebt, waar het overigens heel erg druk is. Dit is Archipel, de plek waar vroeger altijd de avonturendolof was. Het avonturendolof is weggehaald en hier is een nieuwe waterspeeltuin terug weer in de plaats gekomen. Op dit moment dat ik het opneem is het winter, waardoor er nu ook geen water in de archipel ligt. En dit is eigenlijk het vissersdorpje van de wereld van Simbad. Archipel in Sirocco behoort tot een nieuw themagebied in Reizenrijk, de wereld van Simbad. En de komende jaren gaat de Efteling dat nog meer uitbreiden, dus de komende jaren gaan we hier in Reizenrijk een groot nieuw themagebied krijgen. En dit is eigenlijk het begin daarvan. En dit is eigenlijk een vissersdorpje. We gaan daar even naar achter toe. Daar zie je die huisjes, de vissershuisjes. Je ziet daar in de verte ook een vissen. Het ziet er nu een beetje sneu uit, omdat er geen water in zit. Maar dit is dus Archipel. En dit is een figuurlijke landkaart van hoe de wereld van Simbad in elkaar zit. Met hier dus Vogel van Vogelrok. Die hoort ook bij de wereld van Simbad. Dus eigenlijk heel het plein gaat dadelijk horen bij de wereld van Simbad. Behalve Carnaval Festival. De gracht van Sirocco, wat dus vroeger Monsieur Cannibal was, zitten er in het water allemaal super toffe details verstopt. Zo zie je hier van die reddingsboeien die dus soms omhoog gaan, dan weer omlaag gaan. En als je dadelijk kijkt, als de attractie gaat draaien, ik ga je zo meteen wat beelden laten zien vanuit de attractie, dan zie je ook dat er hier verschillende effecten zijn in de gracht. Zo gaaf om te zien. Hier voor ons staat Simbad en dit is dus Simbad de Zeeman waar het om draait. In Sirocco hangt ook een pop, maar dat is niet Simbad, dat is een handelsman die daar hangt. Dat is niet Simbad. Dit is echt Simbad, de persoon waar het om draait. Je ziet de boot van Simbad en verschillende tinten uit de boot van Simbad, die komen terug in de scheepjes van Sirocco. In Archipel is een van de decorstukken een scheepswrak, dus een gebroken schip. Dat is dus het schip wat je hier ziet liggen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde schip. Alleen dan met iets minder details. We zien Simbad voorop staan met een groot zeil is het. En daarachter zien we een grote pennenveer. We zien tonnen, we zien emmers. En het is een heel mooi schipje. En hij heeft ook een zonnewijzer heeft in zijn hand. En ja, ik vind het eigenlijk mooi om te zien. En op het moment dat de attractie Sirocco gaat draaien, zie je dat de boot van Simbad gaat bewegen. Dus die vaart mee op de storm op zee. Ik sta hier aan de achterkant van Sirocco en de Archipel. En hier zie je wat meer van de huisjes. Van de archipel, daar kunnen we natuurlijk van de voorkant niet dichtbij komen omdat het nu dicht is. En hierachter loopt de wachtrij van Sirocco. Vroeger bij Monsieur Cannibal was het zo dat de wachtrij daar begon. Die begint nou helemaal aan de andere kant en hij eindigt hier zo. Dat is een beetje anders. Archipel is eigenlijk het decor van de wachtrij van Sirocco. Zo moet je het een beetje zien. Sirocco is super gaaf. Ik ben een tijdje terug voor de eerste keer in Sirocco geweest. En ik ga je nu even een fragmentje laten zien van mijn eerste reactie van Sirocco. En een paar beeldjes erbij van de binnenkant, zodat je een beetje ziet hoe het daar eruit ziet. En dan gaan we nu ook richting Toko Pagode, het eetentje bij de pagode, om daar wat van de menukaart te proberen. Ik ben ontzettend benieuwd. Het wordt donker, dus er zijn ook echt lichteffecten. De lampionnen gaan aan. En het begint heel rustig. Het is echt een storm op zee, hè? Wow, het gaat steeds harder. Het gaat steeds harder. Wow, wat zie je dan? Het gaat keihard! Wat is dit? Kijk uit! Oh, maar het is echt storm op zee! Wat is dit? Oh, wow! Alles beweegt! De zeeman beweegt, de handelsman beweegt en we zien die flitsen! Het was donderlicht, bliksem! Wat is dit? Hierachter is het horecapuntje Toko Pagode. En Toko Pagode is een puntje wat dus in het thema is van een pagode. Waar je Aziatische gerechten kan halen. Je hebt eigenlijk een menu waar je kan kiezen tussen twee dingen.
En die combi die je dus kiest. Je kan dus kiezen tussen twee. Het is eigenlijk een menu. Het is een combi tussen twee gerechten. Die doen ze in een potje. Die stoppen ze in een magnetron. Dan warmen ze op. En dat eet je. Ik vind het altijd hartstikke lekker. Het is wel een beetje simpel dat het letterlijk in van die magnetronnen gaat. Dat zie je ook. Maar het is hartstikke lekker. Dus we gaan eens even kijken wat ze hebben. En dan gaan we iets bestellen. Je hebt de eerste keuze uit drie soorten rijst. Je hebt gestoomde rijst. Gebakken rijst. En bami. Of mi. Het is ja, een beetje hetzelfde. Dan kies je je topping. En je topping is... een gestoofd rundvlees met uien en ketchupsaus. Dit is gewoon saté, dus met satéstukjes. Dit is even kijken, dit is milde Thaise curry met garnalen en groenten. Bami pang pang, gecombineerde geroosterde varkensvleesreepjes in zoetzuur tomatensaus. En tohu in een Thaise gele curry. Ik ga voor de bami met de bami pang pang. Nou, dit is hem. Dit is het bakje. Ik heb de bami met bami pang pang en een colaatje. Hartstikke lekker. Ik ga je zo meteen vertellen wat ik ervan vond. Ja, dat was toko pagode. Hartstikke lekker. Ja, ik vind het wel lekker, lekker simpel eten. Alleen het is wel een beetje ouderwets, hè, dat het gewoon eten is wat ze in de magnetron zetten. Dat vormen ze 1 minuut 20 en dan krijg je dat. Het is hartstikke lekker. Het enige jammer is, ze doen in dat bakje eerst natuurlijk die bami. In mijn geval. En daarop mijn topping. Dus mijn bami pang pang. Maar dat betekent dat je eerst je topping opeet. En dan je bami. En je moet hem eigenlijk eventjes mixen, zodat je een beetje, ja, een beetje smaak hebt. Dat je niet eerst de ene aan het opeten bent en dan het andere. Hartstikke lekker. Een minuutje inclusief drinken kost op dit moment 8,50 euro. Voordat ik ga afsluiten, dat ik ergens anders heen ga, gaan we natuurlijk nog naar één ding. Eén ding dat niet ontbreken kan. Het allermooiste stukje van deze wereld. Vogel. Kijk eens. Dit is hem. Vogelrok. Mijn favoriete attractie in de Efteling. In de anderhalve minuut ga je meer dan 20 meter de lucht in, 65 km per uur en meer dan 600 meter lange achtbaan af. Het verhaal is eigenlijk dat je tijdens het ritje aan de voet zit van de vogel. En je maakt eigenlijk een vlucht aan de voet van de vogel. We gaan erin. In 3, 2, 1. Ja, ik kan nog wel 2 minuten een soort beeld aan je laten zien, maar er is gewoon niks te zien in de attractie. Althans, er is wel iets te zien, maar dat is heel lastig om te filmen. Binnenkort, als het wat rustiger is, je ziet dat het nou kei druk is. Ja, het is natuurlijk de populaire attractie van de Efteling, dat snap je natuurlijk ook wel. Ga ik je een keer echt uitgebreid alles laten zien in de Vogelrok. Ga ik je heel het achterliggende verhaal vertellen. Historie, geschiedenis. Ga er ook even een paar keer in, ook echt de mooie details van de achtbaan kunnen laten zien. Maar dat over een paar weken. We gaan afsluiten, jongens. Ik heb die wel gezien voor vandaag. Zo, dit was Reizenrijk voor vandaag. Ik hoop dat ik je hebt mee kunnen nemen in dit prachtige gebied van de Efteling. Wat dus de komende jaren best wel interessant gaat worden om te volgen. Want die gaan echt wel serieus dingetjes veranderen. Ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer je en mis niks van al het nieuws hier vanuit Reizenrijk. Maar ook van het laatste nieuws vanuit de Efteling. En dan zie ik je graag aankomende vrijdag weer terug bij een nieuwe video hier vanuit de Efteling. Bye bye!